Als de ganzen vertrekken in een vee, de najaarsstorm de meeuwen overschreeuwt, nemen ze mijn molenstenen, beloven mij mijn oude staat, omdat het hout werkt. Het werkt en keerde zich tegen mij. Als met de eerste stoelen op het ijs de kinderen krassend schaatsen leren, tel ik mijn winters aan de dijk. Ze tillen mijn lijf van de haan. De bleke dood, het jonge schaap, de zoeker en de kat zien het met leden ogen aan. Langs zwemmen, weet ik niet meer wat ik ben. Een pakhuis met een staart of een molen zonder zolder. En als de zomerbussen vol toeristen brengt, ben ik kaal tot op het staande weg. Kan je het oude ondertafelement zien, dus eigenlijk de basis waar de molen op staat. Dat is deels uit 1950 en er waren nog een aantal oorspronkelijke stukken, maar die waren te slecht om her te gebruiken. En hier kun je ook goed die vierkant constructie zien, dus die ze dus in 1950 eronder hebben gemaakt in dat pakhuis om die molen op te zetten. En dat is heel robuust gemaakt. Het is alleen jammer dat ze het gewoon op de vloer hebben gezet, op een heel dun balkje. En vandaar is dus eigenlijk alles ook gaan zakken en zo. Ja. We gaan nu straks gaan we hem helemaal ontmantelen binnen. Dus al het gewicht moet eruit. En dan vernieuwen we de fundering. En dan krikken we het pakhuis omhoog. En je begrijpt dat die dan zo licht mogelijk moet zijn. Dus dan halen we alle dakpannen eraf. Maar ook vooral het hele gaande werk. Dus al die wielen, al die stalen assen en die toestanden. Dat is bij elkaar natuurlijk een behoorlijk gewicht. Dus dat halen we eruit. En dan draaien we hem in een dag denk ik omhoog. Met allemaal kriks. En dan stellen we hem weer helemaal recht. Ja. Komt de herfst en gaan de vogels. Hier is de wind, waar zijn mijn wieken?
dan wordt mijn kap geschilderd, krijg ik een nieuwe rok. Zalm is ook weer helemaal gek van timmeren, dat vind ik helemaal leuk. En hij is nu wel weer een jaar lid van de Zaanse Molen en dan heb je zo'n hobbyclub. En ja, dat vindt hij fantastisch, dus dat is helemaal, ook helemaal zijn ding om heen te gaan. Ja. Vanaf heel klein dus zat hij nog in de buggy, was hij al gek van molens. Hij zag ze overal, alsof het nou iemand een tegeltje binnen had hangen en hier ging, of er stond een spinnetje ergens in een steegje. En we rijden er zo over langs, hij had hem al gezien, molen was het. En dan, ja, dan moesten we kijken. Nee, ik vond het van jongs af aan al hartstikke leuk en het interesseerde me veel. Mijn vader die bouwt, die restaureert molens. Hij heeft één keer het jonge schaap gemaakt. En daar hebben ze 2 jaar volgens mij over gedaan. En nu is hij bezig aan de molen de huisman. Wat ga je hiermee doen, Pim? Ja, hier ga ik een wieltje van maken. Voor binnenwerk. En dat ga ik in mijn werkplaats doen. En dat is niet hier. Dus vandaar dat ik daar deze elegante handtas van heb gefabriceerd. Dat, het is een echte Iep. Het is een nieuw mode-accessoire. Het kleeft heel mooi af bij de willig. Deze winter zal ik groen zijn, mijn zucht naar wind beloond. Een opa kijkt zijn kleinzoon wijst.
Ze volgen mijn silhouet met een vinger. Ik ben nog altijd de huisman, al wisselde elke plank. Ze schoven me terzijde, werd hoger op de wind gezet. Omdat het hout werd. Het werkt en kraakt nu als wel eens.